Yo, what's up boys? Van harte welkom op mijn YouTube-channel. Het is aflevering 13. Helaas een ongeluksgetal en dat merk je ook wel in het weer. Het is typisch regenachtig Engels kutweer. Als je goed luistert hoor je zwaard vechten op de achtergrond, want we zijn niet voor niks naar dit punt toe gereisd. We moesten namelijk naar Repton toe om die zoon van de koning te helpen. Als het goed is zijn hier allemaal troepen, je ziet één groot gevecht gaande, dus laten we snel de actie induiken en het verhaal vervolgen in deze story arc. Verder heb ik nog allemaal collectibles neergezet, zie je? Die markering heb ik neergezet, dat gaan we echt nog even doen. Zo verzamelen we steeds meer wealth en nog meer wealth en nog meer wealth in Leicester. Of het is eigenlijk Leicestershire. Ik weet echt de officiële uitspraak niet, het is fucking moeilijk. Als je zin hebt in deze episode, laat die like achter. Vergeet niet te abonneren. Mocht je een nieuwe kijker zijn, dan blijf je op de hoogte van elke video en notificatie. Zet dan dat belletje ook eventjes aan. Zou je me extra willen supporten als kijker, dan kan je een channel member worden. Vet cool. Een soort community gevoel. Je krijgt zelf een badge bij je naam en je support mij er enorm mee. Nice, Biolo. I'll keep the rat busy. Have you seen Chilbert? No, but we caught sight of Leofric fleeing across the river. He was chased. It has to be Chilbert. He is the only prize worth taking in this mudslink. Okay, aggressive man. To hell with you! Christmas! Jezus, wat een ontzettend sterk wapen. Wat? Waarom heeft hij vuur? Is dit een extra skill of was dit per ongeluk? Search Chelbert. Tjonge, jonge, jonge. Ja, dit is een skill. Voor het geval dat jullie denken, Denna, wat de fuck heb jij voor wapen, ouwe? Wat is dat wapen sinds de vorige aflevering zo'n gouden bijl vrijgespeeld, toch? Ja, dat is deze. Dat is een two-handed. My thanks, Eivor. Come, brothers. Let's end this. Net aan overleefd. My thanks. Nou, blijkbaar is dat dus gewoon een ding van het wapen, man. Die vuurperk. In het water. Oh god! Come on then! God bless you! Niet normaal. Waarom is hij zo ver blijkbaar? Is hij helemaal daar? Ja man. Doei! Greetings, mighty Eivor. I would join my axe to yours.
My blade is always ready. Die guy is hier gewoon gevlucht, man. The Isle of Wives. Teobald, he's in trouble. I won't back down, Leofrith. I will not. Don't make this harder than it has to be, boy. Just give up. Please, you do not want to do this. Leofrith, let him walk. You answer to me. I answer to my king. Our silence deigns with this. Lay it by, Leofrith. There's nothing left to fight for. We've stormed Repton. Only a matter of time. I cannot do that. Then you will die. Someone will. Gekke 1v1, boys. You can't win this, Leofrith. Even if you defeat me, the Ractions have won the day. I have fought many a day in my time. I'm still standing. How does it feel? Wat is dit dan? Wat is dit voor move? Mannetje heeft vet gekke move opeens. Au. Oh kut, ik heb ook geen extra held. You're slowing. You cannot. Bah! You are strong-willed thane. Burgred was lucky. To stand in the way of you and Mercia is my duty. I will die before I yield. Oh, yo, 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 yo. You're finished. Not yet. Fight me, Heath. No! Ik wilde een finisher doen. Maar dit is natuurlijk ook een warrior. Dus hij steekt me echt ziek hard om me heen. Oh. Hallo, difficulty hard. Goedemorgen. You can't win this, Leo. Even if you defeat me, the Ractions have won the day. I have fought many a day in my time. I'm still standing. Zonder van die frame drops, want dat verneukt zo'n hele gevecht. You are strong-willed thane. Burgred was lucky. To stand in the way of you and Mercy is my duty. I will die before I yield. You're finished. Not yet. Fight me, heathen. Ik ben er toch. Eén blokkade en ik kan een stun aanval doen. Oh! Die kan je niet blokkeren natuurlijk. Go on then. End it. No appeal to your god or your king. I swore an oath to serve Burgred to the death. I fought. I lost. We both know how this goes. An honorable thane fighting a dishonorable war. Burgred abandoned him, betrayed his trust. If I were Leofrith, I would want to know. Why rob him of this last glory? A warrior ready to meet his god and bask in his praise. To live will only lead him to shame. It's not an oath he would keep if he knew the truth. Then choose. Truth or glory. Ook zo ziek dat ik gewoon Odin visioen heb. You fought well, Leofred. With honor. You will go to your god as you are now. I am ready. We Norse have a name for men and women with courage like yours.
Drenge. I name you one now. He didn't deserve this. He chose this. Come. We should get back. Kijk, ik maakte niet voor niks de keuze om te killen. Careful, you're injured. I'm all right, really. A few nicks and cuts from the battle, that's all. Ik maakte de keuze niet voor niets. Hè. Ik vind dat hij er inderdaad voor koos. Deze dude koos ervoor. Op het moment dat ik hem nog benaderde, toen wilde hij weer vechten. You are lucky. I threw myself at him, Abel. But he only toyed with me. He knew I couldn't touch him. You should have stayed hidden. Tilbert, this wasn't your fight. It was. It was our fight. Yours, mine, my father's. I had to help. And you did. You showed courage today. Bravery. Dus niet nog meer hier, nee, gelukkig. Dan gaat het alleen nog om die, die en die. Boy no longer. Back there with Leofrith. Why did you see it fit to kill him? Leofrith was a fighter who knew the cost of war. He died defending an idea he believed in, true or not. There's some honor in that. I think I understand. Gelukkig maar, want als je het niet had gesnapt, was het alsnog gebeurd. Punt is, in mijn opinie gaf ik hem de keuze op het moment dat ik hem benaderde. Toen koos hij ervoor, someone will die, toch? Zo begon hij letterlijk zijn gevecht. Nou ja, dan weet ik genoeg. Zal het hier onder de grond zijn? Ja. Ik wil gewoon even al die weld verzamelen. Bring him back to the brothers. Ik ben benieuwd wat die met hem gaan doen. Nou, dit gevecht is trouwens helemaal weg, hè? Iedereen is dood, joh. Hier was een gigantisch gevecht toen ik aankwam. Jailbird! Look at you! Bloody and battle-worn. Could be chieftain of your own clan with courage like that. No less than the King of Mercia, brother. One of these days. And how is my father taking to his new role? See for yourself. You are an Atlinger now. Or Atling, I think you'd say. Next in line for the throne. It's an honorable title. One that demands good judgment. Be careful who you trust. My son. Are you well? Yes, father. Well enough. He honored you today. Fought bravely against many stalwart foes. You have my thanks. All of you. And my blessing. What happens now? Word of Burgred's deposition will spread quickly. The other kingdoms of England will soon enough know that Mercia has a new king. The remaining kingdoms of England won't respect your path to power. Nor will many in my kingdom. Burgred's soldiers will stand tall in the face of this turmoil, all across Mercia, against us. That we shall remedy soon enough. I am riding for Oxenfordshire directly, to forge an alliance with some thanes there. Shall I go with you? Not till I know more. Linger here a while if you can. Strengthen our friendships. I will send for you soon enough. Sigurd, I would feel better if Chaelbert was away from here until Mercia is more stable. Would you welcome him among your clan? Do you have a horse, young Atheling? I do. A young steed called Theobald. Good. I can ride with you as far as the River Nene. You may find your way from there. Thank you, Sigurd. This puts my mind at ease. Be ready for my call, Eivor.
It will come. You and Sigurd make a good pair. The future of England will be pagan from top to bottom. Take this, Wolfkist, as a sign of friendship. And should you call, the brothers Ragnarsson will come. You honor me, Ubba. See that? Sly bastard, trying to win your heart. Well, two can play at that game. How kind of you, Ivar. My pleasure. Our friendship is the best thing to come from this mess. Maybe Chelbert too, the brave little twig. That is good to hear. Is dit mijn eerste afgeronde story arc? Dat zou best vet zijn. Al die haperingen, ik word er helemaal gek van. Quest completed, heavy is the hat. 3400 XP erbij. Ik krijg ook geen volgende missie. Ja, zie je? Ik heb een hele arc completed. Oei, oei, oei. The Zealots will now actively hunt you. Oftewel, de premiejagers van dit spel. Best crazy dat ik er geen trophy voor heb gekregen, right? What do you see, Sunim? Daar is een schip waar het ligt. De andere is hier in dit huisje. Nou, we kunnen dit vertellen aan Randvi in onze settlement. Dat is de vrouw van Sigurd. En die zal dit heel tof vinden, want die staat bij die kaart. We hebben onze eerste alliantie gesloten. Ja, oké. Okay. En hoe ga ik hier binnenkomen? Voor pot verdikken me een beetje weld. Wat hier wel nog is een art effect. We gaan natuurlijk wel gewoon de dorpjes waar grote quests zich afspelen, die gaan we wel gewoon echt afronden. Het is altijd mooi om te doen. Leuk om te doen. Hoppakeetje. Ik heb hem al, joh. Holy shit. Is dat even nice? Hier voor mijn neus is een mystery. Een sidequest, sort of. Kijk maar deze. Alleen valt hij gek genoeg wel binnen een ander gebied. Ja, hij valt binnen een ander gebied, hè? Ik
hoopte gewoon een sleutel te kunnen vinden, want ik wil eigenlijk gewoon al die weld oppakken. To sing a song. Helps me pass the time. Come here, Raider. Have a sit with me. Hear a story or two. That song. You have spent some days in a longship. Oh, many. See this salt-blasted hair? It took a pummeling over the years. All that seawater. Feels like hay now. Better keep away from the horses, then. You are very quick and sturdy by the looks of you. But you are not from that Ragnarsson camp there in Repton. I would have recognized you. I belong to another clan. What are you doing away from yours? I have been cast out. Too old, too frail. Dead weight, as they say. I will have to get used to watching the sights of war from afar now. No shame in that. Not many of us can say they lived long enough to simply retire. You have earned it. But have I? Or have I missed my chance? I thought I knew what lay ahead, but now that is foreign to me. Embrace it. Sail the seas. Write your songs and bellow out in the winds. Sounds nice to me. You are far too young to speak so wise. There is a bright future for you and your clan. I would like to add to it. Take this key, and if you find yourself in Repton, seek out my quarters near the docks. There is a large tree out front. Inside, you will find a few of my most prized items. Take them. I no longer have any need. You honor me. Call it a gift from the old guard to the new. Odin, guide your way, Jongdrinker. Nou, dit is helemaal fantastisch. Dit is precies wat we eigenlijk zochten. Wat de hel, man. Ik zeg nog zo van, ik doe die quest wel even, toch? Want, I should keep an eye out for this old raider's home, if ever I am in Repton. Want ik wil al die weld oplossen hier in het dorpje. Wat gebeurt er vervolgens? Ik krijg precies van die guy een key. Kijk, voor deze gigantisch grote boom. This must be that old raider's place. He said he wanted me to have his things. Hier ook zo'n Viking standbeeld voor zo'n gigantische boom. Ze hebben gewoon een eigen land gemaakt van Engeland. Het is wel een beetje sad dat ik zijn huis in de fik heb gezet, omdat ik dacht dat ik op die manier binnen moest komen. Sorry. This crate is filled with songs. Must have taken a long time to write them all out. I should return this crate to the old raider. Not everything. Tjonge jonge, ik heb zijn huis in de fik gezet. Omdat ik dacht dat dat de manier was. Sorry, dude. These are some trinkets you left behind, old man. Ah, you've come back. Why are you wasting your time with me? This crate has all of your written songs. This is not a gift I can accept or repay. You will want to revisit these someday. They should stay with you. I had forgotten all about them. Something to work at on this new journey of mine. You have only the setting sun to tell you when to stop. And maybe not even then. That is twice you have earned my admiration. Please, tell me your name. Eivor. Eivor. If the gods will it, I will find my seat at Odin's table before you.
And there I will speak of you so that when the time comes to claim your seat, they will greet you by name. Farewell. The Old Guard. Dat is echt een vette world event ook, man. Ja, dit vind ik echt cool. Oké, allerlaatste gouden kistje hier in Repton en dan hebben we alles gedaan. Repton. Het klinkt echt als een naam die ik al zo vaak in games heb gehoord. Alles geloot nu hier. Hier, boom. Alles gedaan. Nou, helemaal top. Hey guys, welkom terug in ons kamp. De settlement waar we dit moeten gaan melden aan Randvi. Zoals je rechtsboven in beeld kan zien, de game is nu officieel een kwartier uit. Het is 10 november 2020. 9 dagen voor de release van de PS5 en nu officieel is Valhalla uitgekomen. Heel sick, waarschijnlijk spelen velen van jullie het nu op dit moment in de nacht. Het is mijn aflevering 13. Ik heb er al zo'n 20 tot 25 uur in zitten met de stream erbij gerekend. Wow, boom. Kijk, nou worden er andere dingen verwacht. De Sears Hut, de Cartograaf, Cattle Farm, Grain Farm, Fowl Farm en Elvis en Holger's House. Is hier toevallig iets aan toegevoegd? Nee, nog steeds geen nieuwe letters. What the fuck is dit voor joch? Was dat echt te huilen ook? Knut, what are you doing in here? Eivor, we need your help. Who is we? Sylvie and Ira are in trouble. We went into the woods and there's no time to explain. You need to come with me. Are they all right? No, they're hurt and badly. Take me to them. Oh jee, a little problem. Jochie heet ook gewoon Knut. Where are they? Not far. We need to hurry. What happened? Are they still in danger? Dit gedeelte kan ik me niet eens herinneren. Kijk hoe mooi het hier is, man. Maar wat deden die kinderen los in het bos dan? Which way now? This way. We're almost there. Ik hoop niet dat het een of andere super slechte grap is. Come on, Eivor. Can't you run any quicker? Knut, you have to tell me what has happened. I can't. You won't understand. Even if I do, just trust me. What is this about? Sorry, Eivor. We had to trick you. But it wasn't my idea. It was Iris. Lying is not a good way to get my attention, children. But we found a dog that needs your help. She's caught in a trap down there. We thought you wouldn't come if you knew it was just a dog. Oh.
That is not the sound of a dog, Ira. That is a wolf. But a wolf is a kind of dog, yes? My mother told me that. Of course it's a kind of a dog. Listen to that sound. Pure dog. Eivor, if you won't help us free her, we must do it ourselves. There's no need. Let me see what I can do. We must help her. She could be starving. Poor her. Dit is zo leuk. Dit gebeurt ook gewoon ineens. Find a way to free the wolf. Cast about this land, my friend. Hey. Die fucking beest heeft een sleutel. A key to the front door. I must be cautious opening it. Wat gebeurt hier allemaal? I'll free that wolf and pray to Tyr that I needn't slay it in front of the children. Het is een hunter's journal. Okay, dit was iemand die het er niet mee eens was. The table is set. He never made it all. At least his end came quickly. Huh? Ik schrik me dood, joh. Maar dit was iemand, een hunter, die niet blij was dat de Vikingen zijn land hadden overgenomen. Dus had hij een soort plannetje. These skulls bear teeth marks. The wolf must have helped him take them down. The man liked his trophies. At least he leaves that legacy. Easy. Easy. Have a kind look to you, I think. Wait, easy now! Deceived by children and shouting at wolves. I was a warrior once. Are you all right? Did you see the wolf? Yes, you freed her. You're amazing, Eivor. But she ran away and didn't even say thank you. She's going back to her family, maybe. Her mom and dad were probably very scared. Or her wolf husband. Maybe her wife. We don't know. But we do know it is time to get you three back to the settlement. Before your parents think you were eaten by wolves. Oh, all right. Chin up, Canute. You were very brave today. All of you. In future, you should not be exploring the woods alone. You understand? But you go off on your own all the time. Because I am very wise, and you have a lot to learn. Yes, but there are three of us. That balances everything. That is not quite how it works. Okay, ik vind het wel een beetje een anticlimax dat we niks met die prachtige witte wolf konden doen. Hij glipte er echt gewoon tussenuit en was meteen weg. Weggespand, geen stukje cutscene, geen buddy aan overgehouden. Eivor! Stand back! Look there! That's her! Our wolf friend! She's coming to save us! We love you!
Are you all right? Thanks to our hero, this dog wolf. Aww. DeWolfka. What? DeWolfka. It's like dog wolf. Oh, no, I don't like that at all. We should name her Mouse. That makes no sense. I think we should call her Chewy, because she chews things. What do you think, Eivor? DeWolfka. That has an absurd sound, just like all of this. She's our best friend. Dit is echt heel schattig. Ik wilde net zeggen, wat een anticlimax. En kijk deze lieve beest. Now we need to get home. All five of us. Fine. We only wanted to have an adventure like you, Eivor. And we did. And we got a new friend. Part of adventuring is learning a good lesson. Did you know that? Yes, the boring part. Wat een lieve tamme. En ook nog eens zo'n mooi witte wolf, zeg. Ik wilde echt net gaan uitleggen wat een anticlimax. Dat we helemaal niks zien van die wolf. En vervolgens komt hij ons redden. Have you children learned anything about wild animals today? Maybe. Yes. Befriend them at any cost. They are perfect companions and very kind. My mother always told me to avoid wild animals. Shows what she knows. How about we think quietly on what we have learned? Just until we get home. Ravenstorp. Nou, hierna gaan we sowieso reporten aan Randvi. Zie je? Die daar al is. Die staat daar bij die tafel. Maar wat een mooie wolfbeest. Zou die nu een ally kunnen worden of een buddy of zo? In gevechten? I think she's quite fond of you. I know she is. We saved her. She'd be rotting away by now. Just like that boar you killed, Eivor. You saw that? We see everything. Let's not tell your parents, all right? Now scamper off home and take your new friend with you. Man's best friend. What? What is this for unique ability? Zie je nou wel, wat vet. Oké, ik wil heel even kijken. Ik heb deze ingesteld. The Mark of Death. Dan heb ik deze ingesteld. Dat is een slaappijl. Nou, een slaappijl die boeit me heel weinig. Als je ziet dat ik een wolf buddy heb gekregen. Man's best friend. Die je overigens ook weer kan uitbreiden uiteindelijk. Dit was dus echt een unieke missie die een unieke skill heb op... Nou, een ability heb opgeleverd. Dit was veel meer rewarding dan ik dacht. Wat schattig zeg. Dit had ik echt niet verwacht. En juist als je dat soort dingen niet verwacht, zijn het extra leuke missies. Ah, glad to see you made it, Chelbert. Thanks to Sigurd. He was a good guide and even better company. He told me some incredible stories. The best ones were about you. Hopefully nothing too embarrassing. There were a few gems. Not to interrupt, Eivor, but what of Leicestershire? The Alliance is won. The sons of Ragnar are friends to our clan. Glad to hear it. Well done to you both. Leicestershire. Eivor, a word of note. Someone has set up shop outside. A trader, I believe. When you can, ask him his business here. He seems to represent a larger guild. The Child's Eyes, or the Eyeless Children? Eyeless Children? No, that cannot be right. Ask him yourself.
You have not been long in England, have you? I see by this map you have barely scratched Mercia. Give it time, little lord. Wessex untouched? Northumbria barren? You still have much to see. Yes, it is a work in progress. Oké, er staat dus nu gewoon een raaf op de map. Omdat we onze pijlen daarop hadden gericht. En dat is ook gewoon gelukt. Word of our growing settlement has reached outside ears. So have a look around. You may see a few new faces. I want to see the Alliance map. Nou, de raaf is van ons. Leicestershire. Completed. Power 20. Power 90. Nou, zullen we het dan gewoon in deze volgorde doen, dat we richting het zuiden gaan werken? Tell me about Grandebridge. A force of Danes, called the Summer Army by the Saxons, is camped north of Grandebridge at some ruins across the river. We should curry favor with their leaders, Guthrum and Soma, if we hope to win their trust and allegiance. My scouts did not meet them in person, so I can say little for the state of their army. Consider this a starting point. Ik weet niet waarom, maar ik krijg af en toe ook gewoon... Ik hoor het mensen al zeggen, Red Dead Redemption 2 vibes. Maar ik krijg ook Skyrim vibes van dit soort dingen. Rest assured, Eivor. The settlement is in safe hands. Oké, ik hoop het. Ja. Antvi. Die zei, yo, er is opeens iemand die gewoon een shop heeft neergezet bij ons kamp. Totaal ongevraagd. Helemaal geen zin in. Fix even X. Nou, dit is de volgende echt grote story arc, wat je ziet staan. The Great Scattered Army. Dus daar gaan we sowieso nog niet mee aan de slag. In de volgende episode. We gaan eerst even wat andere dingen doen. Maar iemand heeft dus gewoon een shop geopend. Het eerste wat ik in ieder geval wil doen is de Sears haar ding upgraden. Als dat mogelijk is hoor. Heb ik genoeg materials? Ja, net aan. 65. This will do. Thank you, Eivor. Anything to help you feel at home. I am most at home helping others. May we return to the subject of your visions? We could, if you think it worth something. I need one more ingredient to finish an elixir for you. Look around the pond there. You will find what I require. Once brewed, this elixir will help you dive deeper into your visions. To see them more clearly. Lol, ik heb dit al opgelost. Dus ik kan deze gewoon tracken en dat kunnen we de volgende aflevering doen. Want ik ben er nu al benieuwd naar. Maar dat gaat om Tissel, geloof ik. Hier, let op. Quest items. Hier. A beautiful purple flower with sharp prickles. Oké, dan hebben we die sowieso klaarstaan voor de volgende aflevering. Kijk nou, dan hebben we in deze episode een hele story arc afgerond. Verschillende wildkistjes opgepakt in Repton. Repton? Ja, Repton heette het. En dan hebben we vervolgens een supercoole albino wolf verzameld. Die gewoon mijn buddy is en helemaal een unieke ability is. Vervolgens hebben we haar huisje geüpgrade. We hebben het gereport aan Envy. En hebben nu opeens deze random merchant waarmee we de aflevering eindigen. Good day. A new customer. Wel, nee, ik woon hier. Whether I am or not, I am the one you'll speak with. Randri tells me you are merchants. Ah, hello, hello. Are you the leader of this bustling encampment? We come on behalf of a thousand eyes, vendors of uncommon goods and exotic treasures from all corners of the world. If you need it, we have it. If we don't have it, you don't need it. Such is our pledge. Je gaat me niet vertellen dat hij Redder heet. And is this child with you? Child? Child?
My friend, you look upon the Master of the Thousand Eyes, the head of our guild, a legend, a hero of the people, and the richest merchant west of the Indus. You look upon Redda. He means you? He does, Eivor Wolfkist. It is a pleasure to meet you at last. Dit is heel grappig om te zeggen, want Redda zat in Origins. En dat was die merchant. Natuurlijk ziet hij er familiar uit. You seem strangely familiar. Perhaps we have met in another life. But most likely, I have a common face. What cool, dit? And what is it I can do for you, or you for me? It's quite simple. For a fee, I can connect you to a shadow market that stretches from the dunes of Egypt to the moors of England. What? What sort of fee? It varies with the item, but there is a small hitch. Through this market, all prices are paid in opal. Interesting. What a strange color it has. May I hold it? You may hold it and keep it. Eivor, a gift from Redda for your immeasurable hospitality. Now look here. Browse what wares I have on offer. Ja, dit is echt heel bruut. Ze hebben Redda in de game gestopt. Dit is een Valkyrie Asgardian Cat. Dan heb je gewoon een settlement decoratie. Dit kost ook 50. Dit kost 120. Kijk even, een mythical hammer. En hier heb je een ziek tattoo design. Jongens, ik heb 6 steentjes. Hij vraagt 50. Alles is altijd al duur geweest bij Redda. I know. Het klote is alleen... Het refresh, dus als je denkt, holy shit, wat een vet wapen. The mournful cry. Ja, ik heb 14 uur en that's it. Tjongejongejonge. Wat een vet toegevoegd element is dit, zeg. Waarom staat hier opeens bij, bye, terwijl ik... Huh? Nou heb ik opeens 56. Net had ik 6, toch? Ik wil deze. Ah. Nothing for now? No matter. My selection changes daily. You will soon find something you like. Now that you are friends with me, you are also a friend of the Thousand Eyes as well. And what does this mean? Observe my outfit, not the scarf I wear. As you travel, you will meet many of my associates clad in these same vestments. These are my people, my other eyes. Seek them out for trade or contracts. Oblige them, and you will earn a tidy sum. And I might even feel inclined to reward you myself. An interesting offer. Good to hear. Now, if you will excuse us, my apprentice has a tent to secure. You're staying for a while, I suppose. Oh, yes, and you needn't even thank me. We would be honored to call this our home. Good day. Good day. Doei. Daarom had ik dus 50. Vanwege deze missie kreeg ik 50. Daar zit hij hoor. Oude vertrouwde Redda. Viking for hire. Ja, je kan 10 contracten completen. Redda heeft dus gewoon ook contractjes die je kan completen. Dan krijg je waarschijnlijk opaal voor of... Weet ik veel wat. En dan kan je weer unieke rewards vrijspelen. Ik heb dus nu nog 14 uur. Dus als ik bij wijze van spreken vannacht stop met opnemen. Maar gewoon nog buiten opname wil spelen. Dan kan ik opaal verzamelen. En dat weer inleveren. Zodat ik alsnog die unieke hamer heb. Je weet het niet. Maar gewoon het element dat Ubisoft Montreal. De developers van Origins. Redda terugstoppen met die referentie naar Egypte. Ik vind dit zo leuk. Dit voelt als thuiskomen in een fantastische RPG. Wat heeft Assassin's Creed een goede vorm gekregen in de afgelopen jaren. Ik ben echt... Echt heel enthousiast, dat hoor je ook wel. En dat is niet voor niks. Super thanks voor het kijken, het liken, de support. En dit is een RPG die ik waarschijnlijk over een jaar, met de expansions erbij, op de PS5, nog steeds fucking speel. Awesome game so far, ik kan niet wachten om verder te gaan. Tot de volgende guys, peace.